Ja, bij ons een van de bekendste slagers van het land. En zo kondig ik hem eigenlijk altijd aan. Hendrik Dierendonck, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is de laatste tijd veel gebeurd in Vleesland. Wij springen er blijkbaar bewuster mee om met die vleesconsumptie. We eten minder vlees, we gaan op zoek naar betere stukken. Dat heb jij ons al wijsgemaakt en ik geloof jou graag. Beter vlees, dat betekent dat zowel de dieren als het vlees de beste behandeling moeten krijgen. En zo'n 15 jaar geleden ben jij eigenlijk als slager begonnen met het rijpen van vlees, hè? Het rijpen, ja, 15 jaar terug, maar rijpen bestond eigenlijk al lang op voorhand. Vroeger hadden mijn vader die had een dier dat hem slachtte in de maand. En dat op het einde van de maand hadden mensen die achter oetslag kwamen. En dat wilde zeggen, oud geslacht, ze vonden dat eigenlijk heel lekker. En dat rund, en, ja, die had gewoon blijven hangen. Mm-hmm. En die runderen die waren ook met vet belegd. Heel lekker rund, die een beetje taaier was. En door het rijpen werd die ook malser. Maar wat is rijpen? Rijpen is eigenlijk een soort besterven, zoals het wild dat we doen. We laten dat eigenlijk hangen in de frigo met de juiste temperatuur, de juiste vochtigheid, de juiste ventilatie. Waardoor dat het vlees eigenlijk de collagenen een stukje gaan afbreken. Het wordt malser. En je zou denken dat het uitdroogt, hè? Ja, eigenlijk gaan we dat heel gecontroleerd gaan doen. En doordat we spelen met die vochtigheid en die temperaturen, krijg je eigenlijk een soort beschermingscroute er rond. Mm-hmm. Dus natuurlijk gaat die wel een beetje uitdrogen, maar het vlees gaat sterker worden ook van smaak. Okay. En dat bederft niet, want vlees kan toch bederven? Zeker als je niet de juiste parameters van vocht en ventilatie en temperatuur gaat respecteren, ja, dan ga je eigenlijk een rotting krijgen. En we kunnen misschien zeggen dat le pourriture noble is. Het is de rijpingsproces is een soort nobele rotting die we eigenlijk doen, die heel gecontroleerd gaat, waardoor je door fermentatie krijgt in het vlees en waardoor dat je malser en krachtiger vlees krijgt van smaak. En kan het dan op een gegeven moment ook overrijp zijn, dat je te lang wacht? Zeker, zeker. Het is de bedoeling dat we een gerijpt vlees eten, maar geen rot vlees. En dat is nogal iets die vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Ja. Ik zie vlees net zoals een wijn of een kaas. Je hebt de terras, dat is het rund, is eigenlijk de druif. Je hebt de terroir, die is heel belangrijk voor de smaak van je vlees. Mm-hmm. De vetmarbrering, zou kunnen zeggen, dat is het alcoholgehalte. En wij gaan het nadien gaan afrijpen. En een kaas of een wijn, die kun je ook te lang afrijpen of laten liggen. En dat is met vlees juist hetzelfde. Als het erover is, is het erover niet lekker meer. En kan je zo een tijdsbepaling geven van 6 maanden ongeveer? Of is dat al te lang? Voor mij persoonlijk wel. Het wordt gedaan, maar dat is ook te zien hoe dat doet. Want wij gaan vooruit ons vlees gaan rijpen zoals een kaas. Wij spelen constant met temperatuur, vochtigheid en ventilatie. Maar in Amerika gaan ze vlees gaan droog rijpen. Grote frigo's, grote ventilatoren, heel koud. En daar laten ze dat soms gemakkelijk 10, 12 weken of 6 maanden hangen. Maar persoonlijk voor mij vind ik de meerwaarde vind ik zoek. Ik vind het persoonlijk niet zo lekker meer, omdat je dan meer bijna kaas gaat eten. En ja, ik wil toch altijd een lekker stukje vlees. Ja. Want wat doet het met de smaak? Ja. Wel, je krijgt eerst en vooral een beetje de uitdroging. Dus het rijpingsproces had enorm veel afhangen of hoe dat de smaak gaat zijn van de voeding die het rund gegeten heeft. Dus als het vet bijvoorbeeld heel vet is en die heeft heel veel gras gegeten, gaat een beetje een notentoets krijgen. Die rijping maakt dat je eigenlijk een veel krachtiger vleesmaak gaat gaan krijgen. Tussen rijping en vlees, je krijgt ook het bloed komt ook sterker uit van smaak. Ja, dus geconcentreerder. Inderdaad. Van smaak. Maar daardoor gaan we ook we gaan oudere runder gaan gebruiken, omdat we ecologisch willen werken. Dus die zijn de bedoelkoeien, die worden gebruikt voor de melk en voor het vlees. En die oudere runder gaan we dan gaan afrijpen, waardoor dat we krachtiger vlees eten, dat we eigenlijk, net zoals een boerenbrood, hadden met 1 boterham genoeg hebben. En anders zouden we geel brood opeten. En met vlees is het juist hetzelfde. Je gaat eigenlijk met een klein stukje vlees gaat er veel meer voldaan zijn dan dat je misschien die grote lappen vlees hebt met water in. Maar is dat dan niet taaier? Allee, droog vlees? Denk dan aan een droog worstje, dan moet je al flink je tanden in steken. Ja, maar het is niet droog-droog, zo mag je het niet zien. Het is niet dat we... je hebt nog altijd een sappig stukje vlees waar dat er een vetgehalte in zit. Dat is ook heel belangrijk. Want je kunt dan alleen maar doen met runderen die bijvoorbeeld geen stress gehad hebben, die mooi belegd zijn met vet. Dus die een krachtige smaak hebben. Gemarbreerd vlees, zoals gemarbreerd je dan eigenlijk vlees, inderdaad. Ja. Vlees droogt een heel klein beetje uit, zei je daarnet. Langs de buitenkant, dan zit daar voor de slager verlies op. En dan denkt mijn economisch brein, dat kost meer geld. Ja, inderdaad. Maar omgekeerd gaan wij
ecologisch... Allez, voor mij is het ook een stukje ecologisch, want wij moeten ons beroep beschermen hoe dat we werken. Mm-hmm. Dus je gaat eigenlijk met een oude rund gaan werken die misschien anders niet meer gebruikt werd voor nobele stukken uit te halen. Ja. Dus nu gaan we eigenlijk die melkkoe van vroeger, die platte koe dat iedereen zegt van ja, die is niet eetbaar, gaan we nu terug op een hoger schavotje gaan zetten. En ik denk dat dat de uitdaging is voor ons als slager, om het daar rendementeel geld uit te halen. Ja. En daarvoor moeten we het een beetje afrijpen. Natuurlijk hebben we daar verlies aan. Maar vroeger werd dat voor andere doeleinden gebruikt. Het was veel minder gerespecteerd. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk een hele, hele oude bewaarmethode, hè, waar je mee speelt. Inderdaad. Eigenlijk, ja, de frigo die bestaat nog maar eigenlijk van de jaren 20 of misschien na de oorlog is echt, zijn de mensen echt een frigo gaan gebruiken. Dus we hebben lang gewerkt met fermentaties, met rijpingen. En we zijn dat allemaal een beetje vergeten, omdat alles veel vlugger moet gaan. Maar een tijdje geleden, Hendrik, ik herinner het me nog heel goed, want ik vind het een fantastisch verhaal. Vertelde je over je Menapische varkens. Dus dat is een varkensras dat onze verre, verre voorouders 2000 jaar geleden aten. Dat ras is uitgestorven. En jij hebt dat varkensras terug op de kaart gezet. Goh, ik vooral samen met Ruben Brabant, de boer eigenlijk, en de Universiteit van Gent, hebben we dat terug op de kaart gezet. Ja. Maar ja, niet zomaar natuurlijk. De Universiteit van Gent, die hebben opgravingen gedaan en die hebben skeletten gevonden onder de grond van 2000 jaar terug. En die zijn speciaal bewaard door de kleigrond, door de leemgrond. En aan de vormgeving hebben ze gezien dat dat een Menapische varken, dat was half wild. En die werd ook wel, ja, dat was het eerste exportproduct van Vlaanderen. Ja. Dus de Romeinen die aten de Menapische ham. Ja, maar nu lopen die varkens terug rond hier in 2018. Inderdaad. Dat is echt een beetje hocus pocus. Ja, we hebben natuurlijk oude rassen gaan kruisen met wilde varkens om dezelfde schofthoogte te krijgen, dezelfde vorm, dezelfde neus. En nu zijn we ook de voeding zoveel mogelijk aan het nabootsen om echt terug te gaan in de tijd zoals vroeger. Ja, hoe is het nu met hen? Magnifiek. Als we in de weide lopen, die springen maar rond en zijn heel, heel gelukkig. En dat is magnifiek om te zien. Zoals je ziet op de foto. Maar ze zijn wel bedoeld om op te eten. Inderdaad, ja. Het blijft natuurlijk varkensvlees, het is ons beroep. Maar we willen de mensen bewust maken terug van welk soort vlees je eet met dat Menapische varken. Ja. En het is ook anders van structuur, het is heel vast, een ander soort speklaag, super van smaak. Je spreekt in het boek Karkas ook over, niet over vlees eten, maar vlees degusteren. Inderdaad. Ja. Wat is het verschil? Ik denk dat de toekomst van de slager helemaal anders ligt. Ik denk dat we hier in 10 jaar zal de mens anders vlees gaan eten. En ik denk dat het belangrijk is dat we daarmee de kwaliteit gaan verbeteren. En we zien bijvoorbeeld in het restaurant dat de mensen... Ja, vlees degusteren zoals een wijn degusteren. We gaan een proeverij doen. We gaan dat West-Vlaams rode rund, die komt van onze weides. Hey, en dan hebben we die Angus uit Aberdeen, uit Schotland. En we gaan die twee naast elkaar aanzetten, we gaan eigenlijk proeven. En zo gaan we veel meer gaan nadenken over de herkomst ervan, de smaak, waar hebben die gegeten, hoe oud zijn die. En je ziet dat er veel meer bewustmaking is bij de klant of bij de vleeseter. En dat is belangrijk voor ons. En is dat ook de bedoeling van je boek, Karkas? Wel, Karkas is eigenlijk het staat ook in de boek, het is eigenlijk een restaurant van een slager die geen restaurant wou. Dus... Karkas was voor mij bedoeld om degustaties te geven, workshops, demos. En ja, nu is het toch een volwaardig restaurant geworden. Ja. Maar dat we toch proberen de ethiek en waarmee we werken mee te geven aan de klant. Ja. En wat voor boek is het geworden? Oh, een heel lekker boek natuurlijk. Staan er recepten in? Ja. Leg je processen uit? Er staan heel veel recepten in. We spreken natuurlijk over het bepaalde technieken van de slagerij. Maar voor ons was het ook belangrijk... Kijk, je komt naar de slager. Ik heb altijd 's morgens aan tafel gezeten met al de beenhoorsgasten toen ik klein was, opgeroeid in de beenhoorij. En ik wilde dat mensen ook terug samenbrengen. Dus er zijn grote, lange tafels in Karkas. Iedereen zit samen aan de tafel. En dan is er ook de beleving van de slagerij. Maar anderzijds... We hebben nooit geen frieten en mayonaise gegeven in het restaurant, maar heel veel groenten. Want die balans willen we net profileren. En naar het schijnt mag je je vlees niet bien cuit vragen? Nee, dat is eigenlijk schijnt. Dan word je buiten gezet, of wat dan? Zo erg zal het niet zijn, maar we vragen eigenlijk nooit hoe het vlees moet gebakken zijn, omdat we denken dat het best van al bleu chaud of saignant is. Maar ja, ik zeg het, als je weet dat die boer en die beenhouwer zoveel aan gewerkt heeft en een dier, proberen we dat op de juiste manier te serveren. En hoe dat we denken dat je er meestal kunt van genieten. Ja. En ja, zoals ik zei, voor ons is een bien cuit
Ja, hele schijnissen. Zeg maar Hendrik, je bent dus een beenhouwer die geen restaurant wou. Dat restaurant is er. Ja. Er is nu ook het boek Karkas. Er is een Menapisch varkensras. Wat is jouw volgend project? Oh ja. We bijna al sinds nog een slagerij in Kortrijk. We doen er nog een slagerij bij. Ja, ik denk dat ik gewoon geniet van nieuwe projecten en nieuwe uitdagingen. We hebben het West-Vlaams Rode Runter op de kaart gezet. Ja. We hebben een Menapische varken nu. En zoals ik zei, we zien dat de klant van de toekomst helemaal anders eet. De jonge mensen die willen die stilmond terugvoelen. En heb je nog een droom? Een droom? Ik heb nog veel dromen. Het moment dat we niet meer kunnen dromen is gedaan. Hè. Dat is helemaal waar. Hendrik Dierendonck, dank je wel. Het boek Karkas is uitgegeven bij Cannibaal.